ben Hans en ik werk in een open source project. Samen met twee jonge bioboeren bouwen we een hardware, een werktuig voor de landbouw. Onze avonturen zijn te volgen op het net. Daarnaast was ik jarenlang bestuurder bij Let's Vlaanderen en heb ik vele complementaire geldsystemen bestudeerd. Wat weten we eigenlijk van geld? In welke mate begrijpen we geld? Het lijkt een overbodige vraag, maar ik haal graag een quote aan van John Keynes. John Keynes, een van de meest vooraanstaande economen uit de 20e eeuw. Wel, hem werd eens door een pintere journalist gevraagd. En meneer Keynes, wat is dat nu eigenlijk, geld? Waarop hij zei, ik ken slechts drie mensen die geld echt begrijpen. 1 is een gerespecteerd collega aan een andere universiteit. 2 is een briljant student van me. En de 3 is een haast onbeduidende bediende bij de Bank of England. Wat hij zei is dat we het wezen van geld eigenlijk niet begrijpen. We hebben er een werkrelatie mee en we hanteren een werkdefinitie. Maar daar houdt het ook bij op. De werkdefinitie van geld is de volgende. It's an agreement within the community to use a standardized item as a medium of exchange. Het is een overeenkomst in een gemeenschap om een gestandaardiseerd item als een uitwisselingsmedium te gebruiken. Dit uitwisselingsmedium kan verschillende architecturen aannemen. We kunnen het op verschillende manieren ontwerpen. Geld is immers geen natuurfenomeen. We hebben het als mensheid bedacht. It's man-made. Een klassieke benadering van de indeling van geld is de volgende. Je hebt geld als een fiat currency. Dat betekent dat uw geld eigenlijk op niks gebaseerd is. Er is een invloedrijke kracht in een maatschappij die zegt, dit is geld. En een overheid ondersteunt hen door te zeggen dat de burgers hun belastingplichten in specifiek dat geld moeten inlossen. Fiat currency. Je hebt geld dat gewaardeerd is door een commodity of een goed. De waarde van een munt is direct verbonden met de waarde van dat goed. Bijvoorbeeld geld gebaseerd op een goudstandaard. De 3e indeling is, je hebt geld dat backed of gewaardeerd, of gegarandeerd liever, is door een commodity. De waarde van een munt wordt gegarandeerd door de fysieke beschikbaarheid van een goed, bijvoorbeeld een grondstof. De eigenaar van een steenkoolmijn kan een munt uitbrengen met de steenkool als garantie. Een vraagje, onze euro, bij welke van die drie soorten hoort die thuis? Hebben jullie een idee? Fiat, dit is een fiat currency. Goed. We kunnen ook een andere benadering van geldsystemen hanteren. We kunnen nagaan waar een geldsysteem zich bevindt tussen twee polen. Deze twee polen zijn langs de ene kant een hiërarchische of een centrale structuur en langs de andere kant een peer-to-peer architectuur. Ik ga deze twee polen even tekenen. Sinds een paar jaar merken we een echte boom in complementaire munten.
Denken we aan Lits, de torens in Gent, de A-kaart in Antwerpen, de Faircoin, C3-systemen en de veelgehypte Bitcoin. Er zouden wel 8.000 à 10.000 van zulke systemen werkzaam zijn op deze aarde op dit moment. Elk van die munten past ergens in dat spectrum. Om te bepalen waar ze zich ergens bevinden, hebben we een kompas nodig. Welke eigenschap van een muntsysteem kunnen we bekijken om te kunnen beslissen waar ze zich ergens bevinden? Een eenvoudige vraag kan ons op weg helpen. De vraag is, wie brengt het geld uit? Who issues the money? Wie brengt het in roulatie? Als eerste vraag die dat we kunnen stellen. Als alle gebruikers betrokken zijn bij het tot stand komen van die munt, of een invloed hebben op het ontstaan ervan, dan spreken we van een peer-to-peer munt. Is er maar een beperkt aantal gebruikers betrokken bij het ontstaan van die munt, spreken we van een hiërarchische of centraal uitgegeven munt. We gaan het eens proberen. We gaan niet alle 8.000 à 10.000 systemen bekijken, maar slechts een 3 of misschien 4-tal. Wat we gaan doen is pionierswerk. Ik heb dit nog niet in de literatuur tegengekomen. Er ligt hier nog een onontgonnen terrein voor economen om verfijnerde algoritmes op te stellen in plaats van mijn grove benadering. Maar we gaan het proberen. Dus onthoud in jullie achterhoofd. Hoe meer gebruikers er betrokken zijn bij de totstandkoming van een geldsysteem, hoe meer er tot een peer-to-peer architectuur behoort, hoe meer dat het tot een centraal uitgegeven munt behoort. We kunnen er een symbool bij zetten. Voor peer-to-peer gebruik ik vaak een cirkel. Voor centraal of hiërarchisch, ja, een piramide of soms een hub met de spokes is ook zeer treffend. Bernard Littaert gebruikt vaak patriarchale en matrifocale aanduidingen als aanduiding. Zelf hou ik meer van een Oosters concept. Vaak gebruik ik een meer yin-yang als om geldsystemen aan te duiden. Enfin, we gaan proberen bij de euro. De euro is centraal uitgegeven. U en ik kunnen helaas geen euro's uitbrengen. Er is een duidelijke hiërarchie met bovenaan het IMF, de lender of last resort, daaronder de centrale banken en tenslotte de gewone commerciële banken. Er is een flinke controle via deze instellingen om via rentevoeten de hoeveelheid beschikbaar geld vast te stellen. Ten slotte, het is ook een schaarse munt. Deze kenmerken moeten jullie in staat stellen om te zeggen, is het eerder een peer-to-peer munt of is het eerder een centraal uitgegeven munt? Wat denken jullie? Évidemment. Laat ons een volgende nemen. Mutuele kredietsystemen zoals Lets en Time Dollar. Een mutueel kredietsysteem kan je vertalen als een systeem van onderling tegoed. Lets staat voor Local Exchange and Trading System. Het geld in dit systeem wordt door de gebruikers gecreëerd en dit op het moment van de transactie. Straf, hè? Iedereen begint op nul. Als je gedurende een uur iets voor iemand anders doet, dan krijg je 20 ietsjes op je rekening. De andere persoon, zijn rekening wordt gedebiteerd met 20 ietsjes en staat dan op min 20. Het is een zelfregulerend systeem
dat ervoor zorgt dat er altijd voldoende munteenheid beschikbaar is. Er bestaat ook een lidskring in Kortrijk. Is er iemand van lids Kortrijk? Kijk eens. Hoe noemt jullie eenheid hier in Kortrijk? Vlasbloemen. En hoeveel vlasbloemen verdien ik per uur? 60. Wow. Right. Oké, even recapituleren. Het uitwisselingsmedium ontstaat bij en door de gebruikers. Door uw toetreden tot een mutueel kredietsysteem ontstaat er nieuw geld. Jij hebt dat gedaan. De hoeveelheid geld die in omloop is, is dus zelfregulerend. Weinig gebruikers betekent weinig geld in omloop. Veel gebruikers betekent meer geld in omloop. Mutueel kredietsystemen bestaan op verschillende schalen. Regionaal, op het gebied van op de schaal van een stad of zelfs van een buurt. Mutueel kredietsystemen zoals LIDS zijn niet geschikt voor handel in schaarse producten. Wat denken jullie? Dit geldsysteem, hoort het meer thuis in een centraal uitgegeven systeem of als heeft het meer een peer-to-peer architectuur? Peer-to-peer. Ook duidelijk, hè? Oké. Dit zijn de twee eenvoudige voorbeelden. Ze vormen een mooi contrast. Langs de ene kant een systeem dat tot stand komt door zijn gebruikers. Het geld behoort tot de gebruikers. Het is een common. En langs de andere kant een geldsysteem dat in wezen eigenlijk een privéonderneming is. Al de andere muntsystemen zijn genuanceerders. Het betekent dat ze zowel peer-to-peer elementen als centrale of hiërarchische elementen in hun architectuur hebben. Het is aan ons om af te wegen waar ze ergens in het spectrum zich bevinden. Of het overwegend peer-to-peer is of overwegend centrale elementen. We blijven de vraag stellen in welke mate de gebruikers een invloed hebben op het ontstaan van een munt. Of ze eerder schaars is of in voldoende mate aanwezig. Laat ons de torenkes nemen. Dus uit Gent, is niet ver hier vandaan. Torenkes, het systeem van de torenkes wordt ook lokale centrale uitgave genoemd. What's in the name? Ze wordt centraal uitgegeven door een stadsbestuur. Ze is gelinkt aan de euro. Ze is converteerbaar met de euro. Let's is niet converteerbaar met de euro. Iedereen van een buurt, en in dit geval is dat het Rabot, kan torenkes verdienen door zich in te zetten voor lokale projecten. En dit tot een bepaalde limiet, bepaald door het stadsbestuur. Ze is ontworpen om bepaalde sociale, ecologische, cultureel gedrag van de buurtbewoners te stimuleren. Je kan torenkes verdienen door je stoep op te ruimen, om zwerfvuil op te ruimen, om voetbaltrainingen van de jeugd te faciliteren, door een groentetuin aan te leggen, enzovoort enzoverder. Ook de buurthandelaars zijn erbij betrokken. Bieden deze elementen jullie voldoende gegevens om een inschatting te maken waar het ergens thuis hoort? Waarom ergens in het midden? Omwille van een convertibiliteit met de euro links, omwille van het peer-to-peer gehalte rechts. Waar ziet u juist het peer-to-peer gehalte in de torenkes? Mensen kunnen dat creëren.
niet mijn redenering. Maar zoals ik al zei, ik ben geen expert. Hè. En dit is een peer-to-peer gegeven. De kennis komt van jullie. Mijn rol is het gemakkelijkste. Nog iemand anders een idee waar dat hij die zou situeren? Maar wat we zien bij de Torque is, arbeid wordt ontschaarst. Iedereen kan zich inschrijven van die buurt in een project. Als men arbeid ontschaarst, ontschaarst men ook meteen de munt die erbij hoort, waar je ze in uitbetaalt. Voor mij heeft het beide aspecten. Beide aspecten zitten erin. Ook de schaal waarop dat het wordt uitgegeven. Kunnen jullie een verschil aanvoelen tussen een munt die daar op centraal op Europees niveau wordt uitgegeven en een munt die daar op lokaal niveau wordt uitgegeven? Er zit een nuanceverschil in, maar ik kan er niet juist de vinger op zetten. Misschien de beïnvloedheid van de burger naar een lokaal bestuur dat groter is dan naar een centraal bestuur? Ik ben het in ieder geval mee eens, of als dit een consensus is, maar om het ergens in het midden te zetten, de torenkes. Het wordt nog interessanter om nog andere geldsystemen te bekijken. Geldsystemen die daar iets meer peer-to-peer zijn, of juist iets minder peer-to-peer zijn. Denken we aan Banca de Palmas, een Braziliaanse munt, uitgegeven door een coöperatieve. Zou zeggen, coöperatieven, dat is toch ook een centraal orgaan? Oké, nee. Iedereen is er lid van. Eigenlijk beïnvloeden de leden allemaal het ontstaan van hun munt. Maar het heeft het wel een organisatie, het heeft wel een yang, een centraal element. Beide zijn er ook vertegenwoordigd. Enfin, we gaan er nog eentje doen. De bitcoin, waarom niet? De bitcoin. De bitcoin is een zogenaamde cryptocurrency. Via het oplossen van algoritmes door je computer kan je bitcoins aanmaken. De logaritmes zijn open source. En er zijn geen centrale controlemechanismen. Iedereen kan, of liever kon, bitcoins maken. Maar de logaritmes werden ook steeds ingewikkelder. Zodat de modale computer al lang niet meer voldoende was om je bitcoins aan te maken. In de praktijk werd het al snel een high-tech gebeuren. De totale hoeveelheid bitcoins die aangemaakt kunnen worden is beperkt tot 12 miljoen. Waar komt dat cijfer vandaan? Waarom 12 miljoen? 50% van alle bitcoins zijn in handen van een duizendtal mensen. Op een miljoen gebruikers betekent dit dat 0,1% van de gebruikers de helft van de waarde in handen heeft. Bij conventioneel geld, de euro, is het 1% van de bevolking die 40% van de rijkdom in handen heeft. Op dat gebied scoort Bitcoin 10 keer zo slecht als de euro, die dat we al zo afschuwelijk vonden. Ze is zeer speculatiegevoelig. Ze is geschikt voor globale handel. Onlangs is er een Tesla-auto met bitcoins betaald. Naar jullie aanvoelen, waar komt de bitcoin voor op deze schaal? Is het... Die flip-the-word, de bitcoin. De modaliteiten en de architectuur van de bitcoin zij blijven dezelfde. Het speculatieve met de bitcoin is zeer volatiel, gaat op en neer. Maar de architectuur blijft hetzelfde. Waarom zou je het dicht bij de euro plaatsen? Een Japanse mysterieuze computer programmer. Inderdaad.
als de verdeling van uw munt al zo extreem is. Wat lief? Ja, ik begrijp ook niet waar dat die 12 miljoen vandaan komt. In principe iedereen, ja. Ja, voor centen, je kan ze omruilen, maar de waarde, de converteerbaarheid is zeer wisselend. Hè. De ene dag kan dat 50 cent waard zijn, de volgende dag 50 euro, bij wijze van spreken. De markt. Ja, de mensen die daar speculeren op waarde, op toekomstige waarde van munten, van geld. Iemand die het bij de peer-to-peer zou zetten? Ik denk dat het begonnen is zuiver peer-to-peer, maar hij beweegt zich naar rechts door de design van de Bitcoin. Hij richt dus op schaarste en speculatief. Zat het schaarste aspect al niet van in het begin in zijn ontwerp? Ja, maar elke computer kan in het begin de aanmaken. In het begin was het heel makkelijk om dat te doen. Maar zoals je zelf zegt, het wordt moeilijker en moeilijker. Ja, oké. Dus ik vind het een mooie redenering. In het begin bevond ze zich misschien eerder langs deze kant van het spectrum, maar naarmate de algoritmes moeilijker werden, verschoof ze naar daar. En zeker gezien het resultaat, de uiteindelijke distributie van het uitwisselingsmedium is enorm gepolariseerd. Hè. 0,1% van de gebruikers heeft 50% van de waarde in handel, in de handen. Bitcoin heeft een traject afgelegd, misschien van daar naar hier ergens. Zeer genuanceerd, knap. En zo had ik er nog niet over nagedacht. Michel Bouwens noemt de Bitcoin een netarchische munt. Ze maakt gebruik van een peer-to-peer medium, maar die is in wezen hiërarchisch geconcipieerd. Dit vond ik ook van Airbnb en Uber eigenlijk. Het is meer peer-to-platform voor mij dan peer-to-peer systemen. Nu, wat betekent eigenlijk, we kunnen dat nog voor vele munten doen, maar wat betekent deze indeling nu eigenlijk? Wel, hoe meer we muntsystemen bij deze pool bekijken, hoe meer dat die muntsystemen tot de commons behoren, hoe meer ze tot het bezit van de gebruikers behoren. Het is een munt die in voldoende mate aanwezig is. Als een munt voldoende aanwezig is, dan wakkert ze de onderlinge competitie van mensen die zaken en diensten uitwisselen niet aan. We zien in de praktijk dat muntsystemen die in voldoende mate aanwezig zijn, het sociale weefsel versterken. Hoe dichter een geldsysteem bij de centrale pool zich bevindt, hoe schaarser ze is. Ze is in toenemende mate geschikt voor globale handel in een concurrentiële, competitieve omgeving. Er is dus wel degelijk een groot verschil in muntsystemen, in hun architectuur en in hun invloed op de maatschappij. We hebben de mogelijkheid om geldsystemen naast elkaar te laten bestaan. Geldsystemen met heel verschillende architecturen. Zo kunnen we zelf bepalen in welke mate dat we in een competitieve, concurrentiële omgeving willen werken. Of in welke mate dat we in een omgeving willen werken van voldoende aanwezig. De opkomst van complementaire munten staat niet op zich. Het is een onderdeel van een veel ruimere beweging. Ze volgt de paradigma shift van een maatschappij die eeuwenlang enkel maar jangen, patriarchale oplossingen naar voren heeft geschoven. Het is een maatschappij, of het is een evolutie die een balans zoekt tussen
yingen en yangen organisatiemodellen, tussen patriarchale en matrifocale organisatiemodellen. We kunnen deze evolutie op tal van terreinen terugvinden. We hebben juist het vervoersaspect bekeken. We zien dingen gebeuren op woongebied, co-housing, maar vooral ook community land trust, waarbij het land in het bezit is van de totale groep van mensen die erop wonen. Op het gebied van landbouw kennen we CSA's, Community Supported Agriculture. Democratie, we zien een nood aan weg van een representatieve democratie naar een participatieve democratie. Op economie zien we het ontstaan van nieuwe business- en organisatiemodellen. Opkomst van coöperatieven, data, Linux, Wikipedia, we hebben ze juist gezien. Nu, als afsluiting wil ik jullie enkele uitdagende gedachten meegeven. Beyond peer-to-peer, als het ware. Hoe noemt men de filosofische strekking van een wereldbeeld dat zich afspeelt tussen twee polariteiten? Hoe noemt zoiets? Waarbij je de wereld bekijkt als een spel tussen twee polariteiten. Hoe noemt de filosofische strekking ervan? Zeg het, Geert. Dualisme. Wat is het omgekeerde van dualisme? Kom aan, Geert. Monisme. Wat betekent monisme? Als een ding als een eenheid bekijken. Dus bij dualisme zien we de fenomenen als een samenstelling van verschillende krachten. Bij monisme zien we het als één geheel. Wat is het geldsysteem in een monistische maatschappij? Hoe ziet er dat uit? Peer-to-peer is dualisme. Peer-to-peer. Je ziet er twee. Als je de dingen als één bekijkt. Ik verkoop mijn wandelstok aan Lieve. En dan ben ik hem kwijt. Dus ik wil er graag geld voor terug. Maar als ik Lieve en ik als één bekijk, heb ik dan een uitwisseling gedaan? Nee. Heb ik dan iets nodig? Nee. Dus wat is het geldsysteem in een monistische maatschappij? Ik hoor, er is er geen. Oké. Met de elementen die we nu op tafel liggen hebben. Hou het vast. Wanneer ontstaat er geld in de maatschappij? Nee, hou het. Ja. We zaten er juist. Nee, terug naar die dualisme en monisme. En de omstandigheden zijn gecreëerd om geld te doen ontstaan. Wat bepaalt welke vorm dat ze aanneemt, dat uitwisselingssysteem? Of dat ze nu meer peer-to-peer of meer centraal uitgegeven is? Nu, ik ga jullie hiermee verlaten met deze vraag. We gaan het antwoord niet formuleren. Maar als je het warm voelt worden in uw hart, weet dan dat je een antwoord geformuleerd hebt op de vraag die dat de journalist aan John Keynes stelde. Dank u voor jullie aandacht.